Te gast is ondernemer Jordi van de Bussen. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Laten we dan maar bij het begin beginnen. Het begin is inmiddels 10 jaar geleden. Je bent nu 26. Je bent toen begonnen met je eigen YouTube-kanaal. Is dat een succesverhaal zonder weerga? Of kwamen er al barsjes in de loop van de tijd? Er kwamen zeker barsjes in de loop van de tijd. Ik heb het natuurlijk allemaal gedaan met veel plezier. Maar ja, je hebt ups en downs, uitdagingen die je tegenkomt. Waaronder een burn-out. En heel veel mooie dingen ook. Ja, ik heb de video waarin jij zegt, ik ga het nu anders doen. Ik ga het minder frequent doen. Ik stop met iedere dag een filmpje gezien. En wat mij overviel was het gevoel dat je al een hele tijd niet meer de dingen deed die je echt leuk vond of die je heel mooi vond. Je gaf heel duidelijk aan, nou, waar ik me op ga richten zijn zaken die wel de moeite waard zijn, die kwalitatief hoogwaardig zijn. Hoe lang maakte je al dingen waar je zelf niet echt meer enthousiast over was? Ja, ik denk toch wel ongeveer een jaar. Ik heb een jaar lang tegen mezelf gezegd, kom op, haal die 10 jaar nou. Bij 9 kon ik niet stoppen. En toen haalde dat doe je dus voor jezelf, want niet iedereen zal op die manier de tel bijhouden van hoe lang jij bezig bent en waar je mee bezig bent. Ja. In 2012 begonnen, dus ik zei tegen mezelf, ik moet die 2022 halen. Dat was mijn doel en uiteindelijk in mijn 10e jaar dacht ik ook wel, ik ben eigenlijk wel helemaal op met het dagelijks maken van video's, dagelijks posten van video's. En ik wou weer iets gaan doen waar ik plezier uit in had. En iets waar ik echt trots op kon zijn. En dat is gewoon heel lastig om dat dagelijks te doen. Ik word een stukje ouder. Ik heb andere interesses. En ik kan niet meer 16 uur op een dag gaan knallen. Ja, waarom is dat nodig, 16 uur per dag? Want heel oppervlakkig gezien, hè, ik geef het meteen toe, denk ik, jij maakt iedere dag een video. Die video moet de moeite waard zijn. Hoeft ook weer niet een uur te duren. Maar moet wel ergens over gaan. Je moet niet iets doen wat je gisteren ook al deed. Maar waarom beheerst dat dan je hele agenda? Ja, omdat het heel veel tijd en energie kost om echt een goede video te maken op allemaal verschillende vlakken. Nee, ik heb geen idee, dus neem het bij de hand. Ja, je begint met het video-idee. Je wil iets hebben wat goed inspeelt op what's poppin'. Wat gebeurt er vandaag? Wat is trending? Als jij daar een weekend lang niks aan kan doen, dan is er zaterdag misschien niet heel trending, wat maandag ineens niet meer trending is. En dan heb je een video misschien niet de gebruikelijke score, maar dan nog zullen er mensen naar kijken. Maar is dat dan heel erg als je niet je eigen norm haalt? Je streeft wel voor een bepaald doel, hè, een bepaald aantal maandelijkse views. Of ik wil naar de 15 miljoen abonnees. We zijn er bijna. Bijna, hè? Ja. Want als je zegt, ik moest die 10 jaar volmaken, had je volgende doel kunnen zijn. Ja, maar ik wil die 15 miljoen toch nog aantikken. Precies, en zo blijf je wel doorgaan. Ja. En die 15 miljoen komt er ook wel aan. Maar mij heeft het nooit echt zoveel geboeid hoeveel abonnees ik heb. Dat is, ik wil gewoon lol hebben en plezier hebben. En dat vergeet je soms. Daar begint het mee. En dan heb je het over video's uitplannen, script schrijven, grafisch ontwerpen, zodat mensen op je video's gaan klikken. Search engine optimization, het editen van de video's, het reviewen van de video's. Hoef je toch ook niet allemaal alleen te doen? Ik kijk even naar de co-host van vandaag. Ja, Ik had eerder moeten beginnen met het creëren van een team. Ja. Ben jij de man en achter jou komt heel lang niks? Of ben jij ook onderdeel van een team? Nee, zeker. We hebben zo'n 60 man wat voor ons werkt. Op allemaal verschillende takken en afdelingen. Maar ja, dan zeg je het nu zelf ook weer. Tuurlijk is dat een goed ding. Maar dan is de volgende taak nu dat je 60 man mag gaan managen. En dat is ook weer een hele fulltime baan. Dus je blijft zo wel bezig. En hoe zeg je tegen die 60 man, die hoe je het went of keer toch ook wel draaien op het succes van die video's, op jouw succes. Dames en heren, bedankt voor alle inspanning. We gaan het nu toch echt anders doen? Want daarmee geef je ook je bedrijf natuurlijk niet op, maar wel een andere wending. Zeker. Maar net zoals dat ik helemaal kapot ben, was mijn team ook wel op verschillende afdelingen helemaal kapot. En zo maak je toch wel iets moois van de situatie. Dagelijks video's betekent niet dat je altijd meer views zal krijgen. En wij zeiden, oké, we gaan gewoon wat minder vaak video's maken die veel beter zijn. En zo meer views krijgen. Daar zijn we nu redelijk lekker mee bezig. We hebben 2 video's geüpload in plaats van 20. En alle 2e video's doen het hartstikke goed en de maandelijkse views gaan weer omhoog. Gek genoeg. En voel je dan nu al een verandering van die beslissing?
Ja, zeker, zeker. Ik slaap een stuk lekkerder en mijn humeur is beter. Ja. Nou, heb je nog serieuze steun gehad of professionele begeleiding bij het te lijf gaan van je burn-out of je verveling of je gebrek aan motivatie? Ja, zeker. Meerdere therapeuten verder. Ja. Ja. En ik raad het iedereen aan, zeker. Ja. Ja. Maar jij moest iedere dag daar staan, omdat een deel van het succes op YouTube is ook de frequentie, is natuurlijk ook het ritme, de zekerheid dat er morgen weer een video van jou is, zichtbaarheid. Kun je niet, zoals wij stiekem in de journalistiek ook wel eens doen, met plankitems werken? Dus dat je gewoon weet, ik heb een voorraad, een tijdloze voorraad, altijd goed, zodat ik toch zonder al te veel schuldgevoel op vakantie kan? Zeker, en dat heb ik ook jaren gedaan. Oh, ik dacht, ik breng hier nu de oplossingen te neer. Zeker, 100%. Maar dat heb ik ook jaren gedaan. Maar als jij 2 weken vooruit wil gaan werken en al moeite hebt met het uploaden van dagelijkse video's, nou dan moet je ineens in een 2 maanden van tevoren een stuk harder gaan werken. En dat is gewoon een logistical nightmare. Een hele leuke uitdaging, maar je gaat al overspannen je vakantie in, doordat je op vakantie gaat. In hoeverre speelt ook de factor geld een rol? Want het heeft uiteraard ook geen windeieren gelegd. Je bent Nederlands bekendste YouTuber. Je kunt van alles van jou zien, inclusief de tour van je huis. Een penthouse, nou ligt er ook niet om. Een piano die je niet zelf hoeft te bespelen, maar die zichzelf bespeelt. Kom er maar eens om. Is het ook een financiële neiging om dan maar door te blijven gaan? Zeker niet op een persoonlijk vlak. Zeker niet op een persoonlijk vlak? Nee. Zeker niet. En de reden daarvoor is, al het geld wat we verdienen met YouTube wordt ook weer in het bedrijf gestoken. Dus het is meer een ding, ik wil mijn werknemers en mijn team niet hoeven te ontslaan omdat het minder goed gaat met de business. Persoonlijk, ik heb meer dan genoeg geld zelf verdiend voordat ik überhaupt een team had. En dat heb ik mooi geïnvesteerd. En daar leef ik van. Daar koop ik mijn mooie penthouse van. Ja. Waar zit dat geld nu in? Want nu komen we toch op het terrein van de NFT's uit. Ja. Als je het hebt over hot and happening, NFT's zijn dat ook. Voor de luisteraar die nog kennis moet maken met dat fenomeen, wat is het? Ja, NFT's is een soort technologie wat een digitaal certificaat is van authenticiteit. Dat kan aantonen dat jij ergens eigenaar van bent op een digitale manier. Maar ergens eigenaar van bent, dan ben ik eigenaar van een zorgvuldig samengesteld verzamelingetje pixels, toch? Want het is digitaal. Bijvoorbeeld, ja. Ja, wat is het dan nog meer? Ik blijf het namelijk ongrijpbaar vinden. Ja. En het is sowieso ongrijpbaar, want het is niet tastbaar. Nee, zeker niet. Voor mij totaal normaal, aangezien ik natuurlijk digitaal ben opgegroeid en al jarenlang videogames speel. Het is niet beleefd, maar het is toch de eerste keer dat we elkaar spreken. Hoe oud ben jij? Nee, dat gaan we niet zeggen op de radio, Thomas. Ik ben 37 en ik heb moeite om dit te begrijpen. Nou, aanvullend. En misschien, wat zou het bijvoorbeeld voor ons van No Fairy Tales, NFT, No Fairy Tales, wat toevallig. Wat zou het voor ons kunnen betekenen? Want ik ben ook benieuwd, ik sluit me aan bij Thomas. Ja. Ik begrijp er ook niet zo heel veel van, los van mijn leeftijd. Wat zou het voor ons kunnen betekenen? Ja, het is een hele, hele ingewikkelde vraag. Je kan er heel veel mee doen. Maar je zou bijvoorbeeld een loyaliteitsprogramma kunnen opzetten. Wat je klanten kunnen gebruiken om zo kortingcodes te krijgen. Of toegang tot bepaalde events. Of een speciale wrap kunnen krijgen. Puur omdat ze deel uitmaken van de NFT-community. Maar nog even om terug te gaan naar wat is het eigenlijk? Ja, het is een digitale sleutel. En die geeft toegang tot wat jij wil. Dus als jij, iedereen zit hier wel op Facebook. Jullie zijn wel de doelgroep. Of Twitter? Twitter? Ja, Twitter wel, Twitter hoor. Meer. Nou, ze zeggen natuurlijk dat jij eigenaar bent van je Twitterpagina. Maar ben je dat ook echt? Nee. Je kan niet zeggen, ik pak mijn Twitter en ik ga ergens anders heen. En wat NFT's doen, is die zorgen er eigenlijk voor. En er kan in de toekomst zo'n NFT zijn die zegt dat jij eigenaar bent van jouw Twitter. Nou, en die kan je vervolgens
ergens anders naartoe nemen en hem daar ook koppelen. En dat is het stukje waar we nu eigenlijk mee bezig zijn om te verkennen. Je kan ook zeggen... Maar jij bent eigenlijk ervan overtuigd dat er nooit NFT's genoeg zullen zijn. Hè? Want je zit in een bedrijf dat die NFT's ook creëert met een druk op de knop. De NFT's die nu het nieuws halen, dat zijn allemaal tamelijk exclusieve aangelegenheden. Kunstwerken. Ja. Maar ook al wat grootschaliger toegepast. De nieuwste mode van Nike of Adidas. Waarom zou het interessant zijn om eindeloos veel NFT's te creëren? Want het vertegenwoordigt nu een bepaalde waarde. Maar door dat zo makkelijk te maken en maar te blijven creëren, help jij die waarde eigenhandig om zeep, toch? Daar gaat dan toch een soort inflatie meespelen. Zeker, maar ik zit er ook niet in voor de waarde. Ik zit erin voor de technologie. Leuk dat het wat geld waard is. En sommigen die zullen natuurlijk veel geld waard zijn over een paar jaar. Maar waar ik veel meer naar kijk is, het is een stuk veiliger. En je bent eigenaar van het internet. In plaats van dat je alleen een gebruiker bent en een website gebruikt of een platform gebruikt waar een grote multinational achter staat. Wat